Dank je, Pier. We staan nu aan het begin van een rijtje sprekers. En Pier noemde het al, ik ben benieuwd waar Deltares mee komt. Drie sprekers vanuit Deltares. We beginnen met Frans Klein. En ook dat is een man die eigenlijk geen introductie behoeft. Als je heel veel meer over hem wil weten, hij heeft genoeg filmpjes waar hij op staat, waarbij je allerlei colleges van hem kunt krijgen. Ook een van de STOA, 39 minuten zelfs. maar hij geeft denk ik nu wel een kort overzicht. Ik heb Frans toch ook eventjes gegoogeld. En eigenlijk kan ik me niet een beter iemand voorstellen dan dat hij dit onderwerp, doorbraakvrije dijken, waar stonden we en wat hebben we intussen gedaan. Wat hebben we eraan? Geen beter iemand dan, dan hij die dit kan toelichten. Hij is nu senior specialist river basin management. Maar hij is onderzoeker, docent geweest. Begonnen als fysisch geograaf. En dat maakt het mooi, vind ik. Assistant professor landscape ecology. Hij heeft een cv met een overvloed aan flood risk management. En er stond ook te lezen dat hij toch beschouwd mag worden als een van de geestelijke vaders van ruimte voor de rivier. En als je het hebt over het samengaan van overstromingsrisicobeheer met het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, dan moet ik ook aan niet alleen aan ruimte voor de rivier denken, maar ook aan die hele grote multifunctionele dijken, zoals ik ze net noemde. Dus geen beter iemand dan jij, denk ik, Frans. De vloer is voor jou, alsjeblieft. Moet ik dat ding vasthouden? Ontzettend gehandicapt door het lawaai van die fantastische beamer. Moet ik in zo'n ding praten, wat ik helemaal niet graag doe. Ik hoop dat het verstaanbaar is. Ja, ik ga even een korte inleiding geven. Kijk, oh, dit is inderdaad vooruit. Ik ga eerst even beginnen met wat er vooraf ging en wat er daarna nog aan vragen overbleef. We zijn in 2011 een keer bij elkaar geweest met een overzicht van dijken voor de toekomst. Waar hebben we het over en wat verwachten we ervan? De onderwerpen toen, dat was vooral nut en noodzaak. Doelmatigheid versus kostenbaten, daar hebben we over gepraat. Consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit, voor het landschap. Er was een landschaparchitecte die daarover verteld heeft. En een hoofdvraag was, hoe kan je nou sterke dijken maken die toch nog mooi zijn? Want allemaal superdijken, dat kan ook wel eens een enorme ingreep in het landschap zijn. En Nederland is kwetsbaar, maar wordt ook gewaardeerd omdat het zo mooi is, juist vanwege zijn dijken. Dus de kunst is ook om een goed evenwicht te vinden tussen mooie en toch sterke dijken. We hadden toen een aantal overgebleven vragen geïdentificeerd. Kun je ze nou wel maken? Hè? En wat is de relatie met het toets- en ontwerpinstrumentarium? Nou, daar gaan we vandaag dus op verder, want die vraag is wat opgepakt. En hoe zit het nou met die kostenbatenverhouding in vergelijking met gewone dijken? Want kan dit nou allemaal wel uit? Intussen hebben we het volgende gedaan. Er is nogal veel onderzoek gedaan in het kader van SBW, WTI. Han Knoef gaat daar straks over vertellen. We hebben veel meer inzicht gekregen in de reststerkte van dijken en in de technische maakbaarheid van dijken. Dus dat is een van de volgende verhalen. We zijn op verzoek van Kennis voor Klimaat verder ingegaan op kosten- en batenanalyse. En wat dat nou precies betekent, welke faalkansverhoudingen nou interessant zijn. Er is ook een masterstudent aan de gang gegaan voor Kennis voor Klimaat. Waarom praat iedereen er nou wel over, maar doen we toch zo weinig? Dat is een hele interessante vraag en dat gaat Mallory Tetterow aan het eind van deze ochtend vertellen. Dijken in het landschap, ruimtelijke kwaliteit, daar hebben we geen nader onderzoek meer opgezet. Maar we gaan vanmiddag hier rondwandelen, want ze zijn hier een dijk aan het maken. En dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van hoe je een combinatie kunt maken van ruimtelijke kwaliteit en toch een behoorlijk stevige nieuwe dijk. Dus de excursie die laat ons vooral zien hoe het in de praktijk kan. Of dit nou een doorbraakvrije dijk is, daar valt dan natuurlijk weer over te twisten. Maar het gaat wel even om hoe pas je een dijk in een landschap. Nou, zelf ga ik vooral even praten over de doelmatigheid, want we zijn met het planbureau nog bezig geweest naar de nut- en noodzaakvraag. Want er wordt inderdaad wel veel gepraat, maar er gebeurt zo weinig. En als we het niet eens zijn over dat die dingen nuttig zijn en misschien wel noodzakelijk, dan komt er nooit een beleidsverandering. Dus ik ga daarop in. Dit rapport is vorige week definitief geworden.
De vraag was, hoe zit het nou met de maatschappelijke ontwrichting in Nederland? Want dat is een van de thema's waar de minister graag iets over wil zeggen. En dan vooral maatschappelijke ontwrichting doordat er hele grote aantallen slachtoffers vallen. Want dat voelt het meest maatschappelijk ontwrichtend. 1953 was veel schade, maar het waren de slachtoffers die de meeste indruk maakten. En dat is eigenlijk iets wat algemeen wel blijkt uit psychologisch onderzoek. Grote aantallen slachtoffers, dat is ingrijpend, dat is maatschappelijk ontwrichtend. Het maakt het ook weer veel moeilijker om de boel op orde te krijgen daarna. Dus we zijn ingegaan op groepsrisico's. En dat is een van de redenen om misschien wel doorbraakvrije dijken op sommige plekken te willen. De minister van INM heeft eigenlijk drie principes... Doe ik dat steeds? Zo? Drie principes neergezet waar zij heel graag op wil sturen. Ze zegt, ik wil iedereen in Nederland een basisveiligheid bieden. En dan zegt ze iedereen. Ze zegt niet overal iedereen, dus het gaat om mensen. Ze wil de maatschappelijke ontwrichting tegengaan en dan gaat het om economische schade die enorm kan zijn. En dan ligt Nederland ineens jaren of misschien wel decennia achter op waar we nu staan, economisch gezien. Maar het gaat ook om grote aantallen slachtoffers. Daar ga ik nu vooral op in. En dan is er nog het puntje van de vitale kwetsbare infrastructuur. Groepsrisico als invalshoek. Ik heb toch maar even de definitie van groepsrisico hier opgeschreven. Dat gaat om de relatie tussen kans en aantal slachtoffers. De definitie is de kans per jaar dat in één keer een groep van tenminste een bepaalde grootte het slachtoffer is van een ongeval. Dus het gaat om die relatie. Dus je moet niet alleen proberen de kans kleiner te krijgen, maar misschien ook wel het gevolg. En dat is nou juist leuk, want met gewone dijken verklein je natuurlijk de kansen. Normvoorstel van het Delta-programma Veiligheid gaat vooral over hoe kunnen we de kansen nou verkleinen. Je kan ook aan evacuatieplanning doen, hè, meerlaags veiligheid. Dan moet je die mensen bij tijd weghalen of zorgen dat ze ergens niet gaan wonen. En dan kan je de gevolgen verkleinen. Het leuke van wat wij dan tussen aanhalingstekens doorbraakvrije dijken noemen, is dat ze op beide invloed hebben. Want de kans wordt kleiner, maar omdat die niet plotseling breekt, is ook het gevolg kleiner, want je wint tijd. En als je tijd wint, kun je mensen weghalen. Dat scheelt enorm in het aantal slachtoffers. Nou, dat ga ik zo laten zien, hoe dat uitpakt voor dat groepsrisico. Nog even uitgelegd, hè? Dus risico, kans, maar gevolg. De kans op bezwijken van een doorbraakvrije dijk zou heel klein moeten zijn. En dan heb ik het over de kans op doorbreken. Dat wil niet zeggen dat de kans op overlopen ook zo klein moet zijn. Maar de kans op doorbreken moet extreem klein zijn. Dat betekent misschien iets voor de faalkansbegroting. Daar gaat Han Knoef vast op in. De kans op overloop, overslag kan onveranderd zijn. En desnoods een beetje groter. Waar het vooral om gaat is dat je een dijk hebt die als het ware keert tot de kruin. En zelfs als het er flink overheen loopt, toch gewoon blijft staan. Want dat heeft invloed voor de hoeveelheid water die een gebied inloopt. En dat is interessant. Zoals eronder staat, overloop en overslag leiden niet tot een ramp, maar tot waterbezwaar, wateroverlast. Toch een heel ander verhaal. Nu komt er een filmpje waarbij ik in de buurt van Tiel, zet hem maar aan, een gat prik in de dijk en dan is het gewoon een bres. En dan is hier te zien hoeveel water er tussen de afvoergolf op de rivier en de onderkant van de bres zit. En dat is dus het water wat naar binnen loopt. En we zien dat in no time, stop eens even, dat we eigenlijk binnen zo'n 24, 25 uur het water in Gorinchem hebben. Hier al. Dus het stroomt snel in. Laten we maar even doorlopen nu. En wat we ook zien is, het blijft inlopen. We zijn inmiddels op bijna op drie dagen... Maar omdat er dus een bres is ontstaan, die drempel is heel laag. Een rivierhoogwater duurt soms een week. In ieder geval, zo lang staan de uiterwaarden wel onder water. Het blijft maar instromen. Het wordt dieper en dieper en dieper en dieper. En zelfs na 6-7 dagen stroomt het water nog steeds in. Dit is dus wat er gebeurt als er een bres ontstaat. Dan ga ik kijken of ik hem naar de volgende... Ja, dan kan ik hem naar de volgende klikken. Nu krijgen we hier een ander plaatje te zien, bovenin. Namelijk, het water loopt over de dijk, maar er ontstaat geen bres. Dus geen bresvorming. Dan start het filmpje maar weer. Dan zien we, het loopt veel langzamer in. Inmiddels zijn we al op 24 uur en het water is pas bij Deil. We zijn pas halverwege. In Gorinchem hebben ze dus nog steeds tijd. Inmiddels zitten we op 2 dagen...
Dus in Gorinchem hebben ze nu 2 dagen de tijd om weg te komen. Dus je wint enorm veel tijd voor de evacuatie. En na 3 dagen, omdat er geen bres is, stopt het instromen. De helft van het gebied loopt helemaal niet meer vol. Dus we hebben winst zowel in schade, de helft van het gebied blijft droog, maar de belangrijkste winst zit in slachtofferrisico. Je wint tijd, het stroomt langzamer in en het is een kleinere hoeveelheid water. Het wordt ook minder diep. Het is hier nog steeds een paar meter diep, want Gorinchem ligt nou eenmaal in het putje. Maar andere delen van het gebied praten we over, ja, minder dan een halve meter, anderhalve meter. Dan kan je op de eerste verdieping nog prima overleven. Dus dit heeft echt grote potenties om meer mensen te redden in het geval van overstroming. Waarbij dit dus een instroming is over een dijk in plaats van een doorbraak. Dus waar moet je die dingen nou toepassen? Vooral op die plekken waar je veel slachtoffers verwacht. En veel slachtoffers verwacht vooral als het onbeheersbaar fout gaat. Daar kan je op 2 manieren kun je daar verkenningen naar doen. De een is vanuit individuele dijkvakken en de andere is vanuit de FN-curve. En de FN-curve is een manier om groepsrisico voor heel Nederland of een groot gebied in beeld te brengen. Geografisch gezien is dat natuurlijk vooral daar waar de gevolgen heel groot zijn. Dat kan ik op een kaartje zetten. Dit is een kaartje waarop we de plekken in beeld hebben gebracht waar je nou de meeste slachtoffers verwacht, omdat mensen dicht bij een dijk wonen, het heel diep wordt, er weinig tijd is. En we noemen dat risky places of risicovolle plekken. Nou, dit is 1 manier. Je kunt het ook aan de dijkvakken koppelen, omdat we over dijken praten, is dat een andere manier om het te verbeelden. En dan zeg je, welke dijkvakken verwachten we nou de meeste slachtoffers achter? Nou, dat is hier in beeld gebracht. En we zien dat het bij de Alwerse Waard bijvoorbeeld knap gevaarlijk is. De zuidkant van Rotterdam. Nou, Gorinchem springt er ook weer uit. Lent, de dijkverlegging Lent. Maar daar zit natuurlijk net een nieuwbouwwijk achter. Ja, dus als het daar plotseling fout gaat, dan stort dat water naar binnen. Dus dan kun je daar veel slachtoffers verwachten. Flevolpolders, ja, je kunt er niet uit. Het wordt heel diep. Dat is natuurlijk ook een plek waar veel slachtoffers te verwachten zijn. Dus op deze manier kun je het ook in beeld brengen. Vlissingen komt vaak nog in beeld, Hans Weert. Dus dat is een manier om de plekken te identificeren waar je ze dan doorbraakvrij zou willen maken. Nou, we hebben eerst eens even met de resultaten van Veiligheid Nederland in kaart alle individuele breslocaties in een puntenwolk gezet. En wat we dan zien, dat vind ik zelf heel interessant, is dat er blijkbaar in Nederland geen relatie is tussen de kans op doorbreken en het aantal slachtoffers wat er op die plek te verwachten is. Want het is een wolk zonder enig verband. Je kan er wel een horizontale lijn doorheen fitten, maar het is in ieder geval geen schuine. En dat zou je eigenlijk verwachten. Dat waar veel slachtoffers vallen, dat de kans klein was. En waar er geen slachtoffers vallen, dat de kans groot was. Dus er is op dit moment geen relatie tussen het aantal slachtoffers en de sterkte van de dijk. Nou is er inmiddels een door Delta Programma Veiligheid een normvoorstel gemaakt. Om onze dijken allemaal een stuk op te peppen. En dan krijgen we dit beeld. We zien dat de kansen enorm veel kleiner zijn. En dat er een heel klein beetje verband begint te ontstaan tussen aantal slachtoffers en de kans erop. Nog steeds vind ik het een beetje een onduidelijke puntenwolk. Dus blijkbaar is dat groepsrisico niet zo'n belangrijke factor geweest bij het beslissen over welke norm we daar op die dijk zouden moeten willen hebben. Er staan wat gekleurde lijntjes in. Daar heb ik nog helemaal niet toegelicht wat die nou betekenen. Dat zijn wat normoriëntatielijntjes die wij samen met het planbureau een beetje hebben bedacht. Die zijn geïnspireerd door een TOW-advies daarover. Het komt er eigenlijk op neer dat je zegt van nou ja, 10 slachtoffers, 1 per 10 jaar. Dat moet in ieder geval niet gebeuren. Daar moeten we niet boven komen. En 1000 slachtoffers... Daar kun je over twisten of je dat 1 per 1000 jaar wil. Dat heet dan risiconeutraal. Dan ga je dus keurig 1 op 1 ga je naar beneden. Of je bent heel risicoavers. Dat heeft de TOW ooit voorgesteld. En dan zeg je, 100 slachtoffers vinden wij toch wel 100 keer erger dan 10. Niet 10 keer erger, nee, 100 keer erger dan 10. Dus dat is een hele risicoaverse lijn. En dan krijg je zo'n steile, en dat is die rode, die is heel steil. Nou, iets ertussen is natuurlijk ook denkbaar. Maar het zijn oriëntatielijnen om iets te zeggen over de acceptatie van deze risico's. Wat we zien is dat er dus een aantal bressen zijn waar toch wel 5000,
8000 slachtoffers op één locatie kunnen vallen. Dit is de manier om er naar te kijken vanuit individuele prestlocaties. Dan ga ik overschakelen naar de FN-curve. Dat is een wat ingewikkelder geval. De FN-curve geeft eigenlijk weer de overschrijdingskans op een aantal slachtoffers. Dus als we deze lezen voor de huidige situatie, volgens VNK, hebben we een kans van 1 op 100 dat er ongeveer 200, 300 slachtoffers vallen. Dat zou de huidige situatie moeten zijn. In het normvoorstel is de kans op zoveel slachtoffers een stuk kleiner. Even kijken, dat zijn van die logaritmische schalen. Moet ik even moeilijk doen. Pakweg 1 op 2000 op datzelfde aantal slachtoffers. Dus het normvoorstel reduceert de kans op een groot aantal slachtoffers fors. Wat het normvoorstel niet doet, is het aantal slachtoffers in de staart verkleinen. Dat komt omdat het normvoorstel alleen maar stuurt op de overstromingskans. Dus de kansen worden kleiner. De curve gaat een heel eind naar beneden. Dus een heel effectief in de zin van slachtofferrisicoreductie. Maar de grote aantallen worden niet veranderd. Even weer een oriëntatielijntje erdoorheen. We zien dat de huidige situatie volgens VNK in ieder geval ruim boven alle oriëntatielijntjes uitfietst. En dat het normvoorstel behoorlijk komt in de buurt van, zou nog acceptabel moeten zijn. Maar de staart schiet voorbij een streep die wij met PBL samen ook maar heel arbitrair erin hebben gezet. Namelijk, meer dan 5000 slachtoffers in één keer, dat gaat toch wel een beetje ver. Dat is toch wel een blamage voor Nederland. Dus we hebben op een gegeven moment hebben wij er een afkapgrens in gezet aan het eind. Zo van, zoveel slachtoffers, dat vinden we toch eigenlijk onacceptabel dat het ooit in Nederland gebeurt. En dan zie je dat die staart daar buiten schiet. Nou, daarna zijn we analyses gaan doen met doorbraakvrije dijken. Nou, dit is natuurlijk een heel woest plaatje met veel kleurtjes, dus ik moet weer even uitleggen wat we zien. De huidige situatie staat hier niet in. Het normvoorstel staat erin. Dat is de zwarte lijn. Die begint hier. En die heeft dus een staart die buiten de oriëntatielijnen valt. Wij zijn daar vervolgens wat varianten gaan bedenken op dat normvoorstel. Als je nou de dijken veel sterker zou maken en doorbraakvrij op die plekken waar veel slachtoffers te verwachten zijn, wat voor lijntje krijg je dan? Hebben we eerst gedaan zonder het normvoorstel te bekijken, gewoon even ons eigen lijstje gemaakt. Die heet hier variant 2a, dat is de oranje lijn. Dan hebben we dus doorbraakvrije dijken, daar waar meer dan 1000, meer dan 500, meer dan 100 slachtoffers vallen. Ik meen dat we zo'n 700 kilometer hadden, ik kijk even naar Joost, zo'n 700 kilometer maak je dan doorbraakvrij van de 3000 die we hebben. Komt die oranje lijn uit? En we zien dat we die staart kwijt zijn. En we zien dat we aardig in de buurt van een vrij strenge oriëntatielijn zitten. Variant 2b hebben we gezegd, we nemen de strengste van die optie die we bedacht hadden en het normvoorstel. Dus dan wordt die wat duurder, want je doet ook andere plekken. Kom je op die, even kijken, 2b, die rode lijn uit. Nou, dan ben je dus behoorlijk veilig. Maar dat gaat ook wat meer kosten, want je bent dus ook plekken aan het beschermen vanuit economie of vanuit basisveiligheid. Dus er komt een andere lijn uit. En we hebben nog een hele wilde bedacht, dat is variant 3. We hebben gezegd, als we nou niet willen dat de dijk breekt waar veel mensen wonen, kunnen we hem dan bewust laten overlopen op een plek waar bijna niemand woont. Een beetje noodoverloopgebieden verhaal. Dat is variant 3. Dus we maken er gewoon wat zwakke plekken in. Hè. Zeg, zoals je dat ook bij een elektriciteit hebt, dan heb je zo'n stop erin. Die stoppen die klappen eruit. Die dijk breekt waar het geen kwaad kan. En dan blijft de rest overeind. Dat is variant 3. We zien dat die vrij gunstig uitpakt ten opzichte van de gele lijn. Maar de risico's aan het begin zijn wel wat hoger. Er vallen dus wat vaker kleine aantallen slachtoffers. Toch. Nou. Dat komt ook omdat in die variant 3 de dijken nog steeds wel kunnen breken. Want die pluggen die werken wel, maar dat wil niet zeggen dat je nooit kortsluiting hebt. Wat zit hier voor belangrijk signaal in? Nou, dat je met doorbraakvrije dijken die staart kunt beïnvloeden. Omdat die niet alleen
de kansen verkleint, maar ook het gevolg. Omdat je de geotechnische faalmechanismen eigenlijk uitsluit. Die dijk moet eerst overlopen, dat ziet iedereen gebeuren, dan is die evacuatie is zekerder. Kun je die mensen weg hebben, dat scheelt je enorm in je gevolgen. Dan wil ik ook weten wat dat kost. Ja, dit is natuurlijk weer ingewikkeld. Hier zitten die slachtoffers op een of andere rare manier in verdisconteerd. Want dit is volgens de kostenbatenanalyse gedaan en dan tellen ze slachtoffers ook mee. Aan 6,7 miljoen per stuk. Maar dit is even conform hoe het Delta-programma werkt. Aardig is om te zien, het huidig beleid, het huidig normstelsel, dat kost een MEP geld en heeft een hoog risico. Het nieuwe voorstel, risicogebaseerde normstelling, kost evenveel, maar met een veel kleiner restrisico. Dus het nieuwe normvoorstel van Delta-programma Veiligheid is een enorme stap voorwaarts. Dat moeten we wel goed onthouden. Nou hebben we onze varianten er dus even naast gezet. Risicovolle plekken doorbraakvrij. Kost wat meer en wat meer restrisico. Doen we de combinatie, de strengste van het normvoorstel en onze. Kost wat meer, restrisico kleiner. Nou, wat kost het meer? Zo'n 1,5-2 miljard. Voor die 1,5-2 miljard, die het extra kost, ten opzichte van een bedrag van ergens tussen de 10 en de 15 miljard die het toch gaat kosten, kunnen wij dus het groepsrisico fors reduceren. Want dat is het vorige plaatje. We praten over het verschil tussen die rode lijn en die zwarte lijn. Conclusies. Nou, het voorkomen van plotseling onverwacht bezwijken van dijken kan heel veel slachtoffers voorkomen, dus het heeft nut. Niet alleen de kans erop wordt kleiner, maar ook het aantal wordt kleiner, want vluchten kan nog. He, dat liedje van, nou ja, vluchten kan nog, jullie kennen het. Het betekent voor de dijken dat ze niet zozeer hoger moeten, maar ze moeten vooral keren tot de kruin, niet plotseling bezwijken. Ze moeten gewoon sterker, veel sterker. Voor een strategie betekent het dat het natuurlijk niet meteen overal hoeft, maar dat je ergens moet beginnen en je moet beginnen waar het meest effectief is. Nou, dat signaal willen we wel heel graag afgeven. Begin nou waar die grote aantallen slachtoffers te verwachten zijn. En dan wordt het ook makkelijker om het te combineren met andere vormen van gevolgbeperking. Evacuatie natuurlijk, maar ook ruimtelijk beleid. Als het maar een halve meter diep wordt of een meter, dan kan je ineens anders bouwen. Bij 4 meter diepte heeft dat geen enkele zin. Nou, dit zijn mijn laatste boodschappen. Hoofdvraag. Principieel is eigenlijk, ja, wil je nou mensen beschermen of de economie? Dat is een discussie die gaat helemaal vooraf aan wat voor soort normen willen wij, wat voor grondslag willen wij voor normen. Willen wij groepsrisico daarin een belangrijkere rol geven dan het tot nog toe gehad heeft, of toetsen we er alleen maar op? Ik wijs nog even terug naar die puntenwolken waar dat verband helemaal niet in zit. Dan denk ik, nou, is dat wat we willen of gaan we die discussie toch een keer aan? Nou, over technisch kan, daar gaat Han Knoef op in. De gewenste faalkansbegroting, daar gaat Marcel nog wat over zeggen. Of het toetsinstrumentarium straks wel geschikt is, want dat zijn we ook aan het herzien, daar zal Han ook wel wat over zeggen. En tenslotte, wat let ons dan? Zover. Dank je. Dank je, Frans. Er is ruimte voor inhoudelijke vragen. Even een vraag vooraf aan jou. Je stelt de vraag, willen we het nu over mens hebben of over economie? En ik zag aan je blik dat je daar zelf wel een mening over hebt. Ik ben wel benieuwd naar die mening. Ook al is het een politieke vraag, laat dat helder zijn. Ja, dan mag ik dus als onderzoeker helemaal geen antwoord op geven. Nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is voor de verkoopbaarheid van beleid dat we mensen beschermen. Dat is natuurlijk ook de gedachte die achter basisveiligheid wel een beetje zit. Wij willen iedere Nederlandse burger willen wij een zekere veiligheid bieden. Dat vind ik in principe dus een goede benadering. Economie is natuurlijk ook heel belangrijk, want als de economie niet draait, dan is het hier ook geen fatsoenlijk wonen meer. Maar wat nu een beetje gebeurt, is dat de slachtoffers die worden verdisconteerd in de kostenbatenanalyse. Daarmee wordt het een beetje onduidelijk wat voor kosten we dan eigenlijk hebben. Ik zou het graag gescheiden houden en ook de discussie over de groepsrisico's toch wel heel expliciet willen maken. Dat lijkt mij prettig. Vooral als je kunt
aantonen dat het eigenlijk maar om een paar plekken gaat waar die hele grote aantallen te verwachten zijn en dat je daar andere oplossingen kunt bedenken. Dus ja, je moet een beetje heen en weer. Maar ik denk wel dat we het over mensen hebben, ja. Eerst. Zonder mensen geen economie. Dankjewel. Verduidelijkt voor mij het een en ander. Wie heeft er een vraag aan Frans? Jullie willen toch niet zeggen dat het zo duidelijk was, hè? Want als ik heel eerlijk ben, ik begreep grote delen niet. Dat ligt niet aan jou, dat ligt aan mijn beperkte vermogens op dit veld. Ik heb al die figuren wel eens gezien, ook in de PBL-studie van 10 jaar terug. Maar ja, het is toch wel even snel dat je het op moet halen. Pier eerst. Nou, nog een vraag. Hebben we die economische schade wel goed in beeld? Ik heb me laten vertellen dat na Sandy in New York schade op heel andere plekken was en veel langduriger dan de schade puur sec aan gebouwen. Ik heb ook laten vertellen dat nu in Engeland de meeste schade is omdat een spoorlijn er 3 maanden uit ligt. Hebben wij dus de schade in Nederland goed in beeld als een gebied een paar weken, een paar maanden onder water staat? En of dat dan 3 meter is of 0,5 meter? Dat is een vraag die eigenlijk buiten mijn verhaal omgaat. als ik zie hoe ontzettend veel conservatieve aannames er nu gedaan worden in het onderzoek voor het Delta-programma Veiligheid, dan denk ik dat we ons eerder arm rekenen dan rijk op dit vlak. We rekenen namelijk met de economie van 2050. Die is 2 keer zo sterk als de economie nu. Dus dat zijn de getallen die erin gaan. En verder zitten er ontzettend veel opslagfactoren in. Dus er wordt dus al opslag voor slachtoffers ingestopt. Er wordt opslag voor psychologische schade ingestopt. En volgens mij worden alle getallen ook nog eens een keer geïndexeerd voor al die effecten off-site. Dus naast de plaats waar het onder water staat. Dus ik denk niet dat we ons eerder arm rekenen dan rijk als het gaat om de schades. Dank je. Dank je wel. Mijn naam is Dick Heijbrink. Ik had even een, ja, het is misschien wat technisch vraagje, maar daar komt een heleboel uit voort. Je had op een gegeven moment had je die puntenwolken waarin de sterkte van dijken werd weergegeven. Dus hier zei van dijken die op sterkte waren en die kwamen in zo'n puntenwolkje terecht, als ik het goed begrepen heb. Ik zal even de vraag verder stellen, want ik was dus ook erg benieuwd van hoe geef je een cijfer aan de dijk die op sterkte is? Oei. Hoe geef je een cijfer aan een dijk die op sterkte is? Dit waren de resultaten van het onderzoek VNK, waarbij gecorrigeerd is voor uitvoeringsprogramma's die nu lopen. NHWBP 2 en Ruimte voor 3-4. Voor na die situatie hebben ze uitgerekend wat de kans is dat die dijkvakken het begeven. Of de manier waarop zij hun bezwijkkans uitrekenen, of dat werkelijk de bezwijkkans is, daar valt over te twisten. Maar daar gaat Han Knoef vast nog wat over zeggen. Dit zijn in ieder geval de resultaten van hun onderzoek. En daar hoort dan bij het gevolg als het daar fout gaat. Dus dat is wat is uitgezet. Op de x-as stond gewoon het gevolg als het daar fout gaat. En op die y-as de kans dat het daar zou fout gaan. Volgens de inzichten van VNK. Dank je, Frans. Je maakte een mooi bruggetje naar de volgende spreker. Want gelet op de tijd moeten we doorgaan. En ik neem aan dat Frans nog bereid is om aanvullende vragen tijdens de pauze te stellen.